Moet u een kelder renoveren, maar staat u voor een situatie als deze? Geen paniek, er zijn oplossingen. De eerste stap is het opsporen van de oorzaken van de verslechtering door middel van een diagnose. Est-ce qu'il s'agit de dégradation liée à l'humidité? Il y a-t-il des sels? Il y a-t-il de la corrosion des structures portantes métalliques et des installations? Il y a-t-il un pourrissement du bois ou bien des pertes de chaleur? Une des premières choses à prendre en compte lors de la rénovation d'une cave est la ventilation. Zonder ventilatie stijgt de vochtigheidsgraad in de kelder en neemt de kans op schimmel en schimmelgroei, corrosie van metalen constructies, houtrot en slechte luchtkwaliteit toe. De lucht in de kelder kan via natuurlijke ventilatie naar buiten worden afgevoerd, maar het zou beter zijn het plafond van de kelder te isoleren om luchtstijging te voorkomen. De lucht kan ook worden afgevoerd via mechanische ventilatie. Op deze manier is de kelder ingedrukt en kan er geen kelderlucht via luchtlekken in de woonvertrekken terechtkomen. Om capillaire vochtigheid en zoutschade te bestrijden, zijn er verschillende behandelingen mogelijk. Een van de eenvoudigste oplossingen is het injecteren van vochtwerende producten in de muren om het opstijgend vocht tegen te houden. Het aanbrengen van ontsmettingspleisters, ook wel anti-zoutpleisters genoemd, kan ook verbetering brengen in deze pathologieën. Deze pleisters worden gekenmerkt door zowel een hoge waterdamdoorlaatbaarheid en door een netwerk van grote poriën, waardoor zout kan kristalliseren zonder schade te veroorzaken. Les enduits ont une durabilité limitée de 5 à 25 ans en fonction de la quantité de sel qu'il y a dans la maçonnerie qui va migrer dans l'enduit et y cristalliser. Een tweede oplossing is een bekleding met een waterafstotend cementgebonden polymeermateriaal waarop een doorlopende epoxylaag kan worden aangebracht. Deze oplossing wordt gekenmerkt door een hoge waterdamdichtheid. Om doeltreffend te zijn is het van essentieel belang dat de epoxylaag ononderbroken is en wordt aangebracht op een gewone muur in goede staat. Een andere oplossing is het gebruik van synthetische membranen, zoals uitsteekbare membranen, die volledig ondoordringbaar zijn voor waterdamp. Zo worden water en zouten opgesloten in de muur en zal er geen verdamping zijn naar de binnenkant van de kelder. Als de hoeveelheid water erg groot is, kan naast de synthetische membranen ook een al dan niet met een pomp verbonden afvoer in de kelder worden geïnstalleerd. Deze laatste twee methoden kunnen het risico vergroten dat vocht van de muren naar de bovenverdiepingen stijgt. Preventieve injecties kunnen worden uitgevoerd om de bovenste delen van het gebouw te beschermen. Het aanbrengen van deze verschillende vochtwerende afwerkingen aan de binnenzijde verandert de temperatuur in de kelder niet noemenswaardig. Dit blijft constant en relatief laag. Thermische isolatie kan nuttig zijn om warmteverlies te beperken en condensatie- en schimmelproblemen te verminderen. Natuurlijk moeten niet-capillaire materialen worden gebruikt. Idealiter zou deze buiten het gebouw moeten worden geplaatst om de inertie van het gebouw en dus het zomercomfort te handhaven. Nous avons vu qu'une ventilation est indispensable et qu'il existe différents types de méthodes pour lutter contre l'humidité capillaire et les sels, comme par exemple l'injection dans les murs ou bien l'application d'enduits assainissants anti-sels. De plus, si elle est bien appliquée, une isolation thermique peut limiter les pertes de chaleur et réduire les problèmes d'humidité dans les caves. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van BeRenovatief. Of bekijk ook andere video's op wtcb.be.